De financiën van NEC zijn niet in gevaar, ondanks de financiële problemen waar hoofdsponsor Energieflex in verkeert. Dat zegt directeur Wilke van Schaik in het radioprogramma On Demand. De club wil eerst weten wat de toekomst in petto heeft voor de hoofdsponsor, maar bereidt tegelijk alvast scenario's voor als blijkt dat de energieleverancier geen doorstart kan maken. Over de financiële problemen was niets bekend bij de club volgens Van Schaik. Ook heeft NEC nooit problemen gehad met het bedrijf. De sponsor is vorig jaar nog van shirtsponsor naar een rol als hoofdsponsor overgestapt. Ondanks dat het bij NEC als een schok aankwam, berichtte RTLZ al eerder over de problematiek bij Energieflex en haar moederbedrijf. Van Schaik is de moed niet kwijt en laat weten dat de zaken nooit van een leien dakje gaan. Maar dat wil niet zeggen dat de club verloren is. Ondanks de problemen is van Schaik er zeker van dat het goed komt. We zullen erin slagen, daar ben ik 100% van overtuigd, zo zei hij.